Welkom bij de alweer nieuwe editie van de Q42 podcast. We zitten in ons kantoor in Den Haag, het Q42 kantoor. En we hebben zojuist een Real User Morning achter de rug. Dat is eigenlijk een ochtend waarin we wat we bouwen testen met echte gebruikers. Daar ga ik zo meer over vertellen. Eerst ga ik even voorstellen wie er hier bij mij aan tafel zitten. Ik ben zelf Wietske. Als je vaker naar de podcast hebt geluisterd, heb je mij vaker gehoord. En naast mij zit Maarten en die maakt vandaag zijn podcastdebuut. Ja, hallo. Ja, welkom Maarten. Ja, dankjewel. Maarten is een collega van mij bij Q en vandaag mijn co-host. En ook aan tafel zitten twee echte gebruikers die zojuist getest hebben. Welkom Guus en Hetty. Dank je. Hallo. Guus, ik ga bij jou beginnen. Hoe was het vanochtend? Echt heel cool. We hadden een vijftal verschillende apps of websites die we eventjes moesten testen. Sommige wat meer af dan de andere, maar er waren een paar tussen waar je echt denkt zo van wow, dit is echt iets wat ik nog nooit gezien heb, wat ik nog niet gedacht had dat mogelijk was. Echt dat je zegt van super gaaf. Mooi, daar kom ik zo even op terug, maar eerst even een andere vraag. Ja. Doe je vaker mee met dit soort gebruikerstesten? Ik heb wel eens vaker gebruikerstesten gedaan, maar niet iets waar ik ook echt verschillende producten in één zeg maar, soort achtereenvolgend gedaan heb. Dus dit format was voor mij helemaal nieuw. Leuk. En waarom doe je eigenlijk mee aan dit soort dingen? Ik zit zelf in de IT en ik weet hoe belangrijk testen is. maar voor de rest, ik vind het gewoon super interessant om te zien wat er gedaan kan worden. En ook misschien hier en daar invloed uit te kunnen oefenen dat iets beter werkt. Ja, dat is best belangrijk. Ja. Ja. Ik ga even naar jou toe, Hetty. Doe jij vaker mee met dit soort testen? Ik doe wel vaker mee met testen, maar ik heb er nog nooit real-life test gedaan. Dus dat was altijd achter de computer. Dat je gewoon vanaf thuis? Vanaf thuis mee. Dus zo een als vanmorgen heb ik nog niet eerder gedaan. Nee. Grappig. En wat vond je het leukst van wat je vanmorgen hebt gezien? Dat is moeilijk kiezen, want ik vond heel veel leuk. Ik vond de veelzijdigheid ook heel erg leuk. En ik was onder andere ook bij die van het Rijksmuseum. En daar zie ik erg naar uit dat die ook live gaat. Ja. Die app. Kom je ook wel in het Rijksmuseum? Ja, kom ik ook wel. Ja. Leuk. Super goed dat we jullie zo hebben gevonden. Guus, wat vond jij het leukste of het mooiste? Die van het Rijks was heel, heel mooi. Maar van Oculi Mundi, dat is de site die ze daar gemaakt hadden, vond ik echt gewoon verbazingwekkend. Echt gewoon super gaaf. Ik moet daar even kleine voice over bij geven. Dat is een museum in Londen. Die hebben vooral heel veel oude kaarten. Mm-hmm. Wereldkaarten, andere kaarten. En die willen ook heel graag dat mensen daar online naar kunnen kijken. En jullie hebben volgens mij gespeeld met het soort van eerste ontwerp wat daarvan is. Ja, volgens mij ook inderdaad. Ja, dat was echt zo dat je denkt zo van dat je echt de kaarten kon zien en gewoon in kon zoomen. En maar ook echt tot een detailniveau dat je denkt van wow. Maar de manier waarop die site... Ik wil het eigenlijk niet spoileren voor mensen die die site later moeten gaan bekijken. Maar het is gewoon echt op een gave manier in elkaar gezet. En gewoon ook heel vernieuwend, zou ik zeggen. En waren er nou ook dingen waarvan jij dacht, oh ja, maar dit is eigenlijk niet zo duidelijk of dit werkt niet zo lekker? Nou, weet je, er waren absoluut dingen die niet lekker werkten. Ik weet niet meer waar dat was, maar ik klikte ergens door in, voor mij bij het Rijksmuseum bijvoorbeeld. Maar en dan zat je vast. Maar dat was gewoon een bug. En ja, daarvoor zijn deze tests ook. Ja. Dus dat vind ik heel normaal dat je dat soort dingen vindt. Dat er teksten staan die niet de eindteksten zijn, ook niet logisch. Want als je technisch goed werkend hebt, denk ik, ga je dan zeggen dat de inhoud echt perfect moet zijn. Ja, maar waren er nu bijvoorbeeld dingen waarvan je dacht, ik snap eigenlijk gewoon niet wat hier staat? Nee, dat niet. Die van Oculi Mundi is wel een andere manier van gebruiken dan dat je gewend bent misschien. Maar dat maakt het juist zo gaaf. En daarom zeg ik ook, ik wil niet te veel spoileren voor de mensen. Grappig, dus leuk dat je zo enthousiast bent. Ja. Dus eigenlijk hebben ze hun doel al wel bereikt. Oh, absoluut. Het doel was om dus mensen online die kaarten te laten bekijken. Ja. Je zit hier al te popelen. Ik heb al gezegd tegen de ontwikkelaars daar van, ik ben blij dat dit niet online staat op dit moment. Anders zou ik echt minimaal heel deze dag kwijt zijn. Nou ja, dan zou het eigenlijk net even voor de kerstvakantie live moeten, maar volgens mij is dat niet waar. Hey, en Hetty, hoe vind je dat nou om zo'n app te gebruiken terwijl er best wel veel mensen over je schouders staan mee te kijken? Oh, daar had ik eigenlijk niet zoveel last van. Nee, ik richtte me met name op degene die mij vragen stelde en vervolgens het doen. Dus heb ik dus helemaal geen last van gehad. Zelfs zo dat ik denk, moet ik daar last van hebben? Nee.
Nee. Oh, nou, gelukkig. Nee. Nee, fijn, want ik zag bij sommige testeilanden soms wel 4 of 5 mensen die het dan allemaal zo leuk vonden dat ze mee wilden kijken. Ik dacht, klopt. Oei, het is misschien wel een beetje eng als je daar staat. Maar... Nee, ik heb me even gerealiseerd, bij PostNL stonden er bijvoorbeeld heel veel. Ja. Nou, dat is een heel gezelschap hier. Ja. Maar dat vergeet je toch als je aan het antwoorden bent en aan het proberen bent. Ja, dus... precies. En had jij nou dingen waarvan je dacht, oh, dit mag echt nog wel even wat duidelijker of ik loop hier vast? Echt vastlopen, maar wel, dat heb ik niet zozeer gehad, maar wel dat ik tegen vragen opliep waarbij het mij niet helemaal duidelijk was, stellen ze me hier nou een keuze voor? Of moet ik ze allemaal aanklikken? Of moet ik er echt maar één aanklikken? Dat was niet altijd duidelijk. Dus in die zin zaten er wel dingen tussen die nog wel voor verbetering vatbaar waren. Ja. Ja, gelukkig, want daarvoor doen we het. Ja, ja. Heel fijn. Ik wil jullie bedanken voor het even beantwoorden van deze paar vragen. Wij gaan even een wissel maken. Dat betekent dat we de mensen die deze ochtend hebben georganiseerd nu even de studio in gaan loodsen. En dat we die ook nog eens even aan de tand gaan voelen. Dankjewel. En dankjewel voor jullie deelname. En ook dat jullie hier even er iets over wilden komen vertellen. Graag gedaan. Was echt leuk. Bedankt. Oké, jongens, we gaan weer verder. Inmiddels aangeschoven, ook bij Maarten en mij aan tafel, Britt Boer. Product owner van de PostNL-app, de enige echte PostNL-app. Welkom. Dankjewel. En Roelf-Jan Kuur, initiatiefnemer van RUM, of tenminste vanaf het begin betrokken volgens mij. Ja, klopt. Welkom. Mara, organiseren de boel vanmorgen. Ja, klopt. Ja. Welkom, ook een kuur, maar dat hadden jullie al geraden. Leuk. We hebben net even met Guus en Hetty gepraat, die mee hadden getest. En het was ontzettend grappig om te horen, want ze waren vooral heel erg enthousiast. Ze vonden het gewoon heel leuk om mee te doen. Was dat ook het gevoel van de andere deelnemers, denk je, Mara? Ja, zeker. Iedereen was, ik vond het wel grappig, want toen ik vroeg van wat vonden jullie ervan, zei iemand, ja, echt leuk om te kijken, om echt de developer of echt de ontwikkelaars te ontmoeten. Want ja... Nou, het was iets in de trant van, nou, het zijn eigenlijk ook gewoon mensen. Niet echt, ja. Ja, grappig, hè? Ja, ik vond het dus ook grappig, want we probeerden ze te laten vertellen van wat ze dan moeilijk vonden of zo. Toen zeiden ze zelf al van, ja, maar eigenlijk is het ook gewoon leuk. En toen kregen we hele enthousiaste verhalen van een hele superleuke website. En toen dacht ik, oh ja, grappig. Ja. Dat is leuk om te zien. Zeg, Britt, jij doet dit vast vaker, gebruikersinterviews. Klopt, ja. Bij PostNL wordt dit ook... gebruikt. Ja, en wat is er anders aan zo'n real user morning setup dan hoe je dit normaal doet? Bij PostNL is het heel vaak online, dus dan kijken we stukjes online mee. Dus de interactie met de gebruiker is natuurlijk heel anders als je iemand even persoonlijk ontmoet, even nog een praatje kan maken. Dus dat scheelt wel echt een hoop. Je kunt net op een wat andere manier context geven. En je voelt wat meer verbinding ook met de gebruiker. Ja, je staat er gewoon echt naast, hè? Dus... Precies, je staat letterlijk naast. Je ziet precies hoe iemand de telefoon gebruikt. Dus dat is en vind jij, want het is natuurlijk heel erg jouw kindje, vind jij het dan niet moeilijk om zeg maar niet ertussen te springen? Of heb je het inmiddels zo vaak gedaan dat je dat gewoon weet? Ja, dat lukt me op zich wel. Dus het is altijd weer een hele goede eye-opener om te zien dat flows, ja, die voor ons en voor het hele team heel, heel gebruikelijk zijn, omdat we daar elke dag mee bezig zijn. Om dan toch weer even te zien dat dus voor mensen die flow voor de eerste keer zien heel anders is. Ja. Maar alleen maar heel waardevol. Mooi zo. Roelf-Jan, jij hebt dit best wel heel vaak gedaan. Vanmorgen deed je niet mee, denk ik, hè? Nee, klopt. Nee, het is heel fijn dat het breed gedragen wordt binnen Q. Dus dat ook andere Q'ers verantwoordelijkheid voelen en die ook pakken om dit te organiseren. En dat is denk ik ook wat leuker aan dit concept binnen Q. Ja, want vertel eens hoe dit is ontstaan en hoe lang we het al doen en dat soort dingen. Het is ooit bedacht door Matthijs, een oud Q'er, in begin 2019... Hij had al langer de itch van, oké, bij Q zeggen we wel vaak dat we verliefd zijn op de gebruiker. Maar ja, kennen we die gebruiker eigenlijk wel? En hij vond eigenlijk dat we dat niet altijd even goed kenden, die personen. Dus ja, hoe kom je erachter? Nou, ga die gebruikers opzoeken. En datzelfde periode kwam Dropbox met een blogpost. En die introduceerde eigenlijk de huidige RUM. Dit is gewoon een copy-paste van Dropbox met misschien hier en daar wat tweaks. Zij noemde het de Real World Wednesdays. Dat hebben wij overgenomen. Wij hebben het genoemd de Real User Feedback Thursdays. In de volksmond Ruft. Omdat het zo lekker bleef hangen. Nou, daar konden mensen. Sommige mensen konden daar smakelijk om lachen. Anderen wat minder.
Dus op een gegeven moment hebben we dat omgeturnd naar Real User Mondays, de RUMS. En die bestaat nog steeds eigenlijk. Behalve dat het dan vandaag donderdag is. Ja, dat vroeg me ook af. Wat is de M dan? Volgens mij is het morning. Morning, sorry. Morning, ja. Precies. Ja. Hey, en wat grappig is om te vermelden, is dat we deze in de coronatijd ook remote hebben gedaan. Er staat nog een leuke blogpost over. Was een andere dynamiek, maar werkte volgens mij ook. Ja, wat wel leuk was om daar te zien. Want, het had zijn uitdagingen. Zeker met native apps, zoals de PostNL-app. Want je bent nieuwe features aan het testen. En die nieuwe features zitten nog niet in de App Store. En normaal hier ter plekke, dan zorgen we dat er een telefoon is waar de laatste beeld op staat met die nieuwe feature erin. Ja, dat moet je dan met afstand moet je dat bij een gebruiker die daar weinig ervaring mee heeft toch installeren. Dat is best een ding. Dus de voorbereiding is echt wel intensiever dan. Ja, maar de gebruiker zit wel meer in hun eigen habitat. Dus ze voelen zich heel erg op hun gemak. En nou ja, misschien wel een grappige anekdote. Ik deed een test met een gebruiker van een nieuw concept om te betalen voor content online. Dus ja, ik wilde weten van, ja, kijk je, wat voor content bekijk je of lees je online? Porno, dat was de eerste ding. En dat had iemand in deze setting. Die voelde zich al heel erg op zijn gemak. En even later ging het gesprek over zijn avonturen op vakantie in Thailand en zo. Nou ja, dat. En Anouk zat mee te luisteren op afstand. Nou, die lag helemaal dubbel. dan zit hij het gewoon lekker op zijn eigen bank. En heeft waarschijnlijk niet zo heel erg door dat er toch ook best wel mensen meekijken. Ja. Ja. Dus dat is wel de charme. Ja. Maar qua organisatie is het wel veel fijner om het fysiek te doen, denk ik. Ja. Even over die organisatie. Mara, jij was daar dit keer verantwoordelijk voor. Volgens mij samen met Erwin heb je dat gedaan. Yes. Kun je ons even meenemen wat er allemaal gebeurt in de aanloop naar zo'n RUM toe? Hoe dat in elkaar zit? Yes. Nou, eigenlijk is dat heel goed geregeld hier. Ook mede door Rolf Jan. Want we hebben best wel uitgebreid draaiboek waar gewoon de stappen in staat wat je moet doen. Nou ja, dan moet je ze wel nog zetten natuurlijk. Maar wat we altijd doen is dat we gebruik maken van een online bureau die respondenten voor ons werft. Dus dat hoeven we niet zelf te doen. Dat is gewoon een mailtje. We zoeken een beetje deze en deze persoon, deze categorie, een beetje man en vrouw. Nou ja, alles door elkaar. En je moet natuurlijk een partner vinden om het mee te gaan organiseren. Zorgen dat het beneden, of wij hebben de mazzel dat we zo'n grote ruimte hier beneden hebben. Maar er moeten best wel wat mensen ook, je moet ze wel kwijt kunnen. En daarnaast vraag je gewoon de kuurs en de klanten en iedereen die meewerkt of ze een interviewer willen aanwijzen. Een meeschrijver en een meekijker, zeggen we altijd. Dat er genoeg mensen er ook echt van kunnen leren. En dan moet er gewoon een programma worden gemaakt. Ik heb deze keer een soort van doorrouleerschema op de beamer gezet, dat iedereen weet waar die naartoe moet. Dus en zorg dat er lekkere koekjes zijn natuurlijk. Ja, iedereen verwelkomd wordt. Dus ja. Ja, dat kan ook wel zeggen. Het was goed georganiseerd. Heel soepel om aan te haken met mijn projecten. Dus dat. Het zou ook wel wat zijn als je nu zou zeggen, nou, was helemaal niks. Die organisatie. Even anders. We hebben ook wel eens een soort interviewtraining gedaan, of een soort pointers aan mensen van hoe doe je dat nou eigenlijk, zo'n gebruikersinterview afnemen. Of tenminste, interview. Je laat mensen, je geeft ze gewoon opdrachten, je laat ze dingen doen. Mm-hmm. Maar er zijn wel zekere do's en don'ts ook bij. Zat dat nu ook nog in het programma, of weet inmiddels iedereen hoe dat werkt? Nou, er waren wel veel ervaren rummers, om zo maar te zeggen, mm-hmm. in ons midden. Dus die training was niet echt meer nodig, maar die hebben we wel. En do's en don'ts zijn natuurlijk heel duidelijk. Dat probeerde ik ook in het beginpraatje te zeggen. Dat er echt geen goed of fout is. Dat het gaat om hoe jij de app beleeft. Dus dat je lekker hardop moet denken. Dat we daar het meeste van leren. En dat, dat ze gewoon zelfstandig door die app of website moeten gaan. En goed vertellen wat je dus gaat doen. En waar je naartoe navigeert. En daar leren we het meeste van. Dus, ja. Dat is belangrijk dat de gebruiker dat wel doet. Nee, dat is zeker belangrijk. Maar het is ook belangrijk dat degene die daarnaast staat en die het heeft gebouwd, je krijgt toch op een gegeven moment even de neiging om zelf ook even iets aan te klikken of zo. Maar dat, dat is no-no natuurlijk. Nee, zeker niet. Dat is best wel vaak hoor, dat je denkt, maar klik daar maar. Oh nee, dat moet ik niet zeggen, dat moet ze ervaren. Ja. Ja, op een gegeven moment als ze heel lang stil zitten, kan je natuurlijk altijd zeggen, klik hier maar op en dan kan je weer door bijvoorbeeld. Ja, dat is waar. Maar wat heel lang voelt,
is waarschijnlijk niet eens zo heel lang. Dus dan... Nee, je moet echt een beetje... Pijnlijk lang wachten. Ja. Ja. Ja, grappig. Zeg Britt, wat hebben jullie vandaag getest? Kan je daar iets over vertellen? Zeker. Wij hebben in de PostNL-app zitten MyMail Flow. Daar kun je je post volgen die naar jou onderweg is. Daar hebben we een nieuwe aanmeldflow voor bedacht. En dat gaat met aanmelding door middel van IDIN. Dus dat is via een bankenflow. Mm-hmm. Die hebben we getest met gebruikers. Die vonden we best wel spannend, want we vinden de identflow in de app best wel spannend. Omdat dat nog niet heel breed gedragen wordt. Mm-hmm. En dat werd ook wel bevestigd in deze onderzoeken. Dus dat was goed om dat even te zien. En, maar wat werd er dan bevestigd? Dat mensen niet helemaal snapten of dat ze zelf een beetje dachten van... waarom moet ik nou naar mijn bank? Ik zit toch bij PostNL? Precies die vraag. Ja. Die hebben we veel voorbij horen komen. En heel veel mensen weten überhaupt niet wat IDIN is. Dus dan zie je toch dat ze er ook niet voor kiezen, het ook niet helemaal gaan inlezen wat het dan precies wel is, met dan eigenlijk meteen aangeven, dat vertrouw ik niet helemaal. Geldt ook voor onze luisteraars, denk ik. Dus om even om hem te vertalen, je kunt in de PostNL-app zien welke brieven er naar jou op weg zijn. Dan zie je letterlijk een foto van je brief. Jullie willen wel heel graag weten dat jullie die foto's niet laten zien aan mensen voor wie die post ook niet bedoeld is. Ja. Dat je zeg maar niet even kunt hacken en kunt zien wat je buren allemaal voor interessante post krijgen. Ja. En daarvoor gebruiken jullie IDIN. Om te verifiëren dat degene ook echt is wie die is. Wie zegt te zijn. Zeker, ja. Ja. Dat is, dus dat kan ook middels... We hebben wel een alternatief ook voor IDIN. Dus je kunt ook een brief met een code aanvragen. Die krijg je dan thuis opgestuurd. Ja. Die hadden we al langer. Maar dat duurt twee à drie dagen. Dus de IDIN-flow is wel sneller. Ja. En dat het idee is dus, je gaat naar je eigen bank-app... Ja. En dan omdat jij daarin kan, ben jij en dan is het bewezen. Precies. Oké, okay, ja. En mensen vonden dat toch nog wel een beetje eng. Ja, spannend en heel onbekend vooral. Dus daar kwamen gewoon heel veel vragen over. Dus het was ook weer een belangrijke takeaway dat we nog wel aan de content moeten doen om het iets beter uit te leggen. Ja, want dat is ook inderdaad waar je denkt dat het nu naartoe gaat. Van, ja. We moeten het vooral beter uitleggen. Ja, dus als PostNL is er nu wel gekozen om de IDIN-flow te gaan gebruiken om, mm-hmm. om personen te valideren. Maar daar gaven ook heel veel mensen aan van, oh, maar als het veel sneller is dan een brief met code, dan wil ik het eigenlijk wel gebruiken. Ah, dus je moet ook vooral even vertellen waarom het wel een goed idee precies. is. Precies, op een eenvoudige manier en dat het ook niet te veel tijd kost om het allemaal door te lezen, maar daar valt nog wel een wereld te winnen, denk ik. Ja, nou, dat is mooi. Dan kun je die teksten kun je dan volgende keer weer testen. Zeker, Kijken of mensen het echt lezen en ja, snappen. Precies. Ja, ja. Mara, heb jij leuke dingen gezien vandaag? Dingen waarvan je dacht, oh, hier heeft het team echt even wat van geleerd? Ja, eigenlijk best wel veel leuke dingen. Maar om er eentje te noemen, wij zijn een website aan het maken voor kunstobjecten. En daarin hebben we van onze opdrachtgever, die wilde niet een standaard website. Dus mm-hmm. we zijn met 3D-effecten aan de gang gegaan. En het navigeren door de website werkt dus ook een beetje anders. Vooral met scrollen. En nu zagen we gewoon dat sommige gebruikers... die zijn gewoon zo erg die standaard websites gewend. En die gaan ook op die manier door zo'n website heen. En die missen dus gewoon informatie. Doordat ze niet echt alle informatie zien, omdat ze moeten scrollen. En als ze dat niet begrijpen, ja, dat is gewoon hartstikke zonde. Dus dat is wel een goede takeaway, om dat echt duidelijk aan te geven van hier moet je scrollen, je moet zo, hier kan je dat bekijken. Ja. Dus dat is sowieso een goede. En ik hoorde net bij de lessons learned, dat doen we altijd achteraf met iedereen die heeft meegewerkt, van oké, wat hebben we hier nou eigenlijk van geleerd? Dat een huisstijl helemaal was aangepast voor een best wel bekend merk en dat niemand dat was opgevallen. Dus dat... Het was ook wel erg grappig dat zij nou zo fijn dat dit merk altijd gelijk blijft. Maar dat ze een hele nieuwe huisstijl al hadden geïmplementeerd en dat ze die ook aan het testen waren. Ja, en dat is echt grappig, want misschien is dat dus ook wel prima. Ja. Want als iedereen had gezegd, jeetje, is dit het bedrijf wat ik ken? Dan was het misschien ook raar geweest. Ja. Maar ja, aan de andere kant. Ja, er zit heel veel tijd in. Maar een grapje, ja precies. Ja. Roel-Jan, wat is jou bijgebleven van testen die je zelf hebt gedaan? Wat zijn typische inzichten die je hebt meegenomen? Nou, wat Britt zei, dat zie je wel vaak terugkomen. Dus dat de copy niet duidelijk genoeg is. Mm-hmm. En daar kan je best wel snel... Zeg maar, dat is de valkuil van ons. Waarom, en ook de reden waarom we dit doen. Zeker als je een project zelf doet. Dan ken je alle
terminologie. Je kent het product supergoed, dus je wordt een beetje blind voor je eigen product. En dan denk je van, dat zullen mensen wel snappen. We hebben een vorige keer bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, een website van een nieuwe slaaptrein, een nachttrein getest. Nou ja, om die website te begrijpen, die was dus niet duidelijk qua copy, want sommige mensen weten namelijk niet dat je überhaupt kan slapen in een bed in een trein. Dat die denken gewoon, je moet gewoon in je stoel en prop maar een jas als onder je hoofd en slaap lekker. En als je dan opeens door de ogen van een gebruiker ziet van, oh ja, wacht, niet iedereen weet dat eigenlijk. En als je dan je eigen copy weer gaat lezen, denk je, ja, nee, dan snap ik dat je met deze copy dat ook niet gaat weten. Ja. Terwijl je wel die mensen wil bereiken. Ja, terwijl ons hele uitgangspunt is natuurlijk, het is een slaaptrein. Dus je denkt er niet eens na dat dat onduidelijk zou zijn. Ja, en je weet dat dat bestaat. Maar dat is niet dat iedereen dat weet. Dus dat is wel iets wat vaak terugkomt. En die Mara aangeeft, nieuwe interactiepatronen die je gaat introduceren. Ja, dat is altijd een recipe for disaster. En dit is altijd de balans tussen hoe nieuw willen we dingen maken en in hoeverre moet je gewoon terugvallen op patronen die mensen echt snappen. Ja, overigens was Guus net, een van de gebruikers, wel echt heel enthousiast over die website. Hij heeft hier echt zitten raven. Dus, dat viel wel goed. Ook al heeft hij misschien niet alles echt gezien. Ja, daarop inhakend nog op de slaaptrein. Die hebben we nog een keer getest. En dat laat ook een beetje de kern zien, zover ik nu Rum ken. Het is elke keer een check tussen het ontwerpen door of het nog klopt met de gebruiker of missen we nog inderdaad copy. En ook hier hadden we nog weer andere copy die we ook nog weer moeten verbeteren. Dus eigenlijk is het nog ideaal, zou je het project volgens mij wel vaker willen doen. Gewoon. Ja, zeker. Je zag nu ook dat sommige projecten echt een hele nieuwe flow testen. En andere, of tenminste andere projecten, gewoon voor het eerst eigenlijk de gebruiker lieten zien. En dan gewoon kijken hoe de eerste reactie daar eigenlijk van is. En dat is zo'n andere manier van testen eigenlijk al. Maar dat is ook wel weer heel leuk voor de gebruiker. Dat je echt weer allemaal, of voor de respondent, om die verschillende dingen naast elkaar of achter elkaar te testen. Ja, wat ik trouwens ook heel grappig vond, vergat ik net nog te zeggen, maar is dat die respondenten, ik dacht heel erg van, nou ja, dan krijg je dus, weet ik veel, alleen studenten die gewoon een beetje geld willen bijverdienen. Maar ik vind het heel grappig. Het is altijd een heel erg gemengd gezelschap. Vragen we natuurlijk ook uit qua leeftijden. Maar ook mensen die wel gewoon echt ook een baan hebben enzovoort. En dan dit erbij doen, omdat ze het echt leuk vinden om te doen. Dat was voor mij helemaal nieuw inzicht. Ik dacht, het is hartstikke moeilijk om die mensen te vinden. Maar in praktijk, nou, we hebben misschien gewoon een heel goed bureau. Maar ja, volgens mij is dat het leek ook echt. Sommigen kwamen echt voor een leuke ochtend buiten de deur ook. Gewoon een lekker kopje koffie. Inderdaad, iemand zei leuke jonge mensen en een goede energie. En ik wist helemaal niet dat het erachter zat. Zie je, het dient echt meerdere doelen. Ja, het is gewoon een maatschappelijke functie geworden. Ja. Wat zou er nou nog beter of anders kunnen? Of wat zouden we hier nou nog meer mee kunnen doen, Brit? Met deze onderzoeken bedoel je? Ja, gewoon met deze setup. Dat is een lastige vraag. Wat zouden we daar nog meer mee kunnen doen? Hoe meer je die doet, hoe beter, denk ik. Mm-hmm. Want je haalt er gewoon onwijs veel inzichten uit. En misschien een leuke uitbreiding zou nog kunnen zijn. Nu testen we natuurlijk dingen die we eigenlijk al bedacht hebben. Mm-hmm. Maar het zou natuurlijk ook nog een manier kunnen zijn om wat meer aan mensen uit te vragen. Hey, wat zouden ze verder nog in de app willen? Of welke dingen missen ze nou echt? Om meer met gebruikers samen echt nieuwe features te bedenken. Ja, leuk. Wat ik ook heel graag een keer zou willen doen, is een keer bij jullie op kantoor doen. En dan meer van jullie collega's ook mee zeker, laten kijken. Ja, heel tof. Ja, absoluut. Ja, ik ben namelijk zelf altijd wel heel erg verbaasd wat het verschil is tussen een rapportje lezen of zelfs kleine videoclipjes terugkijken van zo'n onderzoek versus er zelf naast staan en het echt voelen, zeg maar. Ja, het is een wereld van verschil. Ja. Ja, grappig. Hé, Mara, jij zei net tegen mij, ik zou dit ook wel een keer met mijn familie willen doen. Ik wil mijn moeder wel eens vragen om alle Q-producten te testen. Ja, daar zat ik over na te denken. Ik dacht, wat nou als de volgende Rum een Family Edition wordt? Want ik denk dat we allemaal wel iemand kunnen bedenken die het leuk vindt om te kijken wat we nou echt aan het doen zijn. En dat zijn natuurlijk ook gewoon gebruikers. Dus als je nou een buurvrouw hebt of een partner die dat heel leuk vindt. Of nou ja, mijn moeder zou wel leuk vinden om een keer op kantoor hier te komen kijken. Ja, dat zijn ook. Ja, of je ze nou van straat haalt of dat je ze toevallig kent. Ik denk dat ze alsnog
goede testers zouden kunnen zijn. Nou, met de kerstviering zijn ze allemaal bij elkaar. Dus ja. Moeten we daar onderdeel van maken? Ja, dat is wel een dubbeldoel, misschien denk ik. Nee, maar waarom niet? Ik dacht, misschien kunnen we daar eens op broeden met z'n allen. En, Speelt ook aanzienlijk in de kosten nog. Precies. Dus, ja. Nou, je weet niet wat de moeder gaat vragen. Nee, dat is waar. Real user mothers. Ja, nee, leuk. En ik vind het een wijs leuk idee. Maar vooral omdat het eigenlijk zo'n leuke manier is om te laten zien wat je maakt. Zonder dat het zeg maar passieve gewoon demo's worden. Het is gewoon, nou, je ga maar proberen. Nou, als je het dan toch probeert, kijken we ook wel even mee hoe het gaat. dat lijkt me leuk. Heb jij nog vragen, Maarten? Ja, ik ben benieuwd, want er komen nu findings uit. En misschien is het wel gewoon misschien even aan Britt vragen. Heb je nu al meteen daardoor ideeën? Of hoe ga je deze informatie meenemen? Of, want het zijn natuurlijk kleine testjes, het zijn een paar personen. Ga daarna meer testen doen? Of hoe verwerk je dat normaal met zo'n rum? Ja, wij hadden de luxe dat we met drie mensen zijn aangeschoven en heel hard hebben zitten meeschrijven. dus we hadden zeker al direct toen het afgelopen was, dat we allerlei ideeën zaten uit te wisselen die we nog wel snel in de flow willen fietsen voordat we hem gaan bouwen. Oh, nice. Ja, dus er zijn zeker al een aantal gewoon hele praktische dingen die we meteen mee gaan nemen. Cool. Dus en dan nog bijsturen een beetje van het ontwerp voordat het erin zit. Zeker, ja. Dus dat gaan we nu nog doen. En dan zou het natuurlijk mooi zijn als we een vervolgonderzoek kunnen doen om dan ook weer die aangepaste flow te kunnen testen. Ja. En wanneer heb je die ongeveer nodig, de volgende rug? Als kan over een maand. Ja, je kan die vaak genoeg doen, zeggen ze dus. Het is een nieuw jaar begonnen, dat kan. Ja. Volgens mij kan dat. We gaan hem een beetje afsluiten, jongens. Ik zou jullie tot slot nog even willen vragen. Ik begin even bij jou, Roef-Jan. Als mensen dit nou horen en denken, best een goed idee. Wat raad je ze aan? Ja, om het zelf natuurlijk ook te gaan doen. Mara gaf wel een goede voorzet. De eerste stap is niet per se dat je een respondentenbureau hoeft in te huren. Maar je kan het ook met je collega's of familieleden zou je dat ook al kunnen doen. Als ze het product niet helemaal kennen, dat is dan het beste natuurlijk. Of soms als je juist een doorgewinterde PostNL app gebruiker wil hebben, dat is ook fijn soms voor de feedback. En we hebben twee blogposts op onze blog staan. blog.qt40.nl, dacht ik. En daar staat helemaal uitgelegd waar je rekening mee kunt houden en hoe je dat kan opzetten. En je kunt ook zelfs nog zoeken naar de originele blogpost van Dropbox. Volgens mij als je zoekt op Real World Wednesdays, dan vind je hem wel. Dan vind je de bron. Ja. Ja. Nog dingen toe te voegen, Mara? Nee, ja, ik kan het alleen maar aanraden. Het is echt hartstikke leuk. Dus inderdaad, pak iemand van de straat, regel familielid of huur een bureau in. En dan, je gaat er zoveel van leren. Dus dat, en voor de gebruiker dus ook hartstikke leuk. Het is eigenlijk win-win, zou ik zeggen. Win-win, hartstikke mooi. En de kuurs vinden het ook altijd leuk. Ja, zeker. Dus die zijn altijd wel voor te porren om weer te doen. En ja, het is toch fijn om die feedback loop te krijgen van waar jij al dagen naar hebt lopen staren en gebruikt hebt. Dat je dat dan uiteindelijk echt door een gebruiker ziet gebruiken. Want dat is uiteindelijk waar je het wel voor doet. Oké, nou dat is denk ik een beetje de samenvatting. Je moet het gewoon doen. En ook als je er nog niet zoveel ervaring mee hebt, lukt wel. En als je nou denkt, oh, ik wil echt heel graag dat draaiboek, moet je ons gewoon even bellen. Hier laten we het bij. Dankjewel, jongens. Dankjewel. Yes, graag gedaan. Dankjewel.